Een hele goede morgen allemaal, vrienden. Wat goed elkaar eindelijk weer eens te treffen in de geschiedenis van de Goedbericht samenkomsten zo hier ter plaatse. Is dit wel vrij uniek dat we twee keer geen bijeenkomst hebben gehad. Nee, twee keer achter elkaar bedoel ik. Ja, inderdaad. In recente tijd zelfs drie keer, ja. Het was zelfs zo dat... Ik kwam hier binnen en toen zei Ronald, wie bent u? Zoiets nog? Ja. Maar zie daar, wij zijn er weer. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van een lied. En dat is voorgesteld door Tom. Nou ja, hoe was het ook alweer? Het was eigenlijk anders. Eigenlijk is het voor Therese. Maar waar zit Therese? Therese zit daar. Oh, verscholen. Maar toen zei ik tegen André, dat mag toch niet, want de vrouw mag niks zeggen in de gemeente. Dus toen hebben we het zo gespeeld. Dat Ton het verzoek. We vertellen het aan niemand. Een heel mooi lied. Dankjewel, Therese. Jezus is Heer, kinderen, zie ons, verblijd u ter ere van Hem, die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de Heer, die mensen het leven weer geeft. God heeft het al geschapen. De bloemen, de vogels en wind, zou hij dan jou vergeten? Jezus die eens voor jou stierf, verrees. Echt, want Jezus is Heer. Kinderen, zie ons, verblijd u ter ere van Hem, die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de Heer die mensen het leven weer geeft. Levend vanuit genade mag je nu staan in zijn kracht, om uit zijn woord te weten. Jezus die het al heeft volbracht, verblijd u ter ere van Hem, die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de Heer, die mensen het leven weer geeft. Weten nu van verzoening, rechtvaardiging voor iedereen. Laat het een ieder weten. Jezus die toen voor ons stierf, verrees. Juist, want Jezus is Heer. Kinderen, zie ons, verblijd u ter ere van Hem, die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de Heer die mensen het leven weer geeft. Zullen we onze Hemelse Vader danken?
Trouwe God en Vader, we willen u heel hartelijk dank zeggen voor het feit dat u ons zoveel reden geeft om ons te verblijden, om u te danken, ja, om te juichen, omdat er één is die het leven aan het licht heeft gebracht 2000 jaar geleden, eens voor altijd de dood overwon. En de garantie is ook dat de dood eenmaal uiteindelijk teniet gedaan zal worden. En we danken u voor die naam, Jezus, Yahweh is redder. En dat op deze wijze, via hem, heel deze wereld daar in dat geweldige feit gaat delen. Heer, we danken u dat we mensen met een geweldige hoop en verwachting zijn. Een goede, blijde tijding mogen kennen. En dat we daarop kunnen staan, kunnen bouwen. Daaruit kunnen leven en het kunnen doorgeven. En dat we daarom ook werkelijk mensen mogen zijn die met een opgeheven hoofd in het leven staan. Zo in deze verwachting hebben we elkaar ook ontmoet. En gaan we deze morgen ook uw woord openen. We danken u dat we van u nooit te veel verwachten. Laat uw woord maar krachtig klinken. En ook ons hart bereiken. Zodat we ons leven nog rijker mag worden, nog overvloeiender van wie u bent. Zo, in dat vertrouwen dragen we alles bij u op. In de naam van hem, die deze wereld redt. Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik zit even te denken. Ja, we gaan zo meteen eerst nog naar een voorwoord luisteren. Een introductie van Art. Maar ik stel voor dat we eerst, ik zat even te twijfelen, dus dat we toch dit lied zingen. De vorige keer vergat ik namelijk Toen vervolgens weer. Je wordt ouder en dan word je wat vreedachtiger. Ik ben nog weer ouder dan geworden inmiddels. Dus. Toch weet je dat ik de vorige keer al vreed ja. Ja. Dat is hier omhoog komt. Ja. Jij bent echt een man van goede berichten. Ja, geweldig. Oké, laten we dit lied nog zingen. Hoe was het ook weer? Rob, maar hoe was het ook weer zo dat de venster door? Uitbreiden zeker? Of dupliceren? Dupliceren. Mag ik staan. Oké, okay. Moment, sorry. Nou, volledig scherm zetten, denk ik. Oh ja, en dan nog presenteren. Oh, maar nou is hij weer wat gesloten. Ja, maar het is alleen de rand die erbij te valt. Deze rand die erbij valt. Oké. Okay. Je bent inmiddels al voorzien. Ja, ik ben al besteld. Tijd mee. Ja, ja.
Speciaal voor mij? Ja. Goedemorgen allemaal. Ik mag even een klein voorwoordje doen. Dat heb ik aangeboden. Ik begin met dit beeld, een kapelletje, wit. Misschien zijn er mensen die dit kennen. Zeist. Nee, fout. Dit is de Zuiderkapel aan de Sjaarloos-Lagendijk in Rotterdam. Hier heb ik in mijn tienerjaren gingen wij met als gezin daarheen. Het was eigenlijk een kerkje, niet bij een gewone kerk aangesloten. Stond er net buiten en er kwamen wel regelmatig predikanten die dan eigenlijk zonder beperkingen konden spreken. En dat interesseerde ons toen al een beetje en vandaar zijn we steeds verder van de kerk afgedwaald. Dominic Poort sprak daar. Hij heeft ook een aantal boeken geschreven. Ik heb zelf nog een hele korte tijd bij mijn catechisatie gezeten. En het gebeurt niet zo heel vaak dat je nog een preek uit je tienerjaren herinnert. Maar ik heb daar nog een actieve herinnering aan. Hij had een keer een preek over everything under control. In het Engels dan, ja, ik moet me gelijk nu al excuseren, er komen heel veel Engelse termen voorbij vanochtend bij mij. Dus, sorry. Nederlandse taal verloedert en dan doe ik dan een beetje aan mee. Everything under control. Ja, dat was zijn thema. En hoe kwam hij daar nou bij? Hij had een buurman in de straat en als hij die op straat tegenkwam, dan zei die buurman tegen me, hey Poort, everything under control. Een beetje sarcastisch. En dat vond hij natuurlijk niet zo heel leuk. Een beetje denigrerend was. Maar toen is hij op dat thema doorgegaan. Hij zei, ja, heb je eigenlijk alles onder controle? Dat was eigenlijk zijn thema in die predikatie. En ja, daar probeer ik nu even na 40 jaar een vervolg op te geven. Ja, en dat was eigenlijk wel een beetje een trigger. Controle. Je komt het natuurlijk overal tegen in het verkeer. Alles moet onder controle gehouden worden, anders loopt het uit de hand. Dus er zijn regels waar je binnen moet blijven. Als je daar niet binnen blijft, krijg je een boete, anders wordt het een chaos. Dus de mens wil wel alles een beetje onder controle houden op deze wereld. Anders dan gaat het naar mensen ogen natuurlijk niet goed en moet het binnen de lijntjes blijven. Ja, je ziet hier allerlei andere controle. Uitingen op een bedrijventerrein bijvoorbeeld. Ja, je mag dit niet, je moet dat niet. En je moet zus, je moet zo. Op scholen heb je het ook al heel erg met de kinderen. Moeten binnen bepaalde kaders en binnen bepaalde lijntjes blijven. En niet te vergeten de coronaregels die we achter de rug hebben. Er waren natuurlijk allerlei restricties die ons opgelegd werden. Wat je wel en niet mocht. Allemaal binnen de lijntjes. Het is een beetje een controlemaatschappij aan het worden van... Je wilt natuurlijk alle risico's willen we mijden. Zo min mogelijk risico's willen we reduceren. De risico's willen we tot het kleinste reduceren. Daardoor zijn er allerlei regels ontstaan. Dus dan zitten we een beetje in de controle achter de maatschappij. Zijn we in beland? En waar ligt de grens? Regels en vrijheid, dat zijn natuurlijk twee tegenpolen. Camera's hebben we natuurlijk ook overal al. Je ziet bij een voordeur, heel veel mensen bij een voordeur met een camera. Dan kan je zien wie er is. Is het de bezorger, pizzacourier of zijn het Jehovah's getuigen? Weet je wel, dan kan je natuurlijk je maatregelen nemen. Op iedere hoek van de straat zie je tegenwoordig camera's. Dus alles wordt wel in de gaten gehouden en gecheckt om het binnen onder controle te krijgen, binnen je zicht. Nou, we gaan nog verder. Zelfs in de ruimte heb je satellieten met camera's op de aarde. Dus eigenlijk, volgens mij is er geen enkele plek meer op aarde waar je uit het zicht van een camera bent. Het lijkt science fiction, maar het is eigenlijk science fiction geworden. Het is gewoon een feit geworden. Dus geen ontkomen aan. Het klimaat willen we ook onder controle krijgen. Frans Timmermans is natuurlijk de klimaatpaus. Zoals hij genoemd wordt, misschien nog wel eens onze toekomstige minister-president. Wie zal het zeggen? Klimaat willen we ook onder controle krijgen. CO2, stikstof enzovoort moet binnen de perken blijven, binnen de lijntjes. Er worden allerlei maatregelen voor genomen. Met goede wil.
En ja, als ik hem hier zo ziet staan met op de achtergrond Climate Laws, ja, jongen, sorry, dit is de wet, hier moet je aan houden. Je kan er ook niks aan doen, maar dit zijn de regels om alles weer een beetje op de rit te krijgen. Dus, zo, en de Green Deal, dat is ook een onderdeel daarvan, ook weer een Engelse woord, sorry. Het wordt steeds meer verder dichtgetimmerd, zou ik maar zeggen. Alle dingetjes worden dichtgetimmerd. Hij heet niet voor niks Timmermans. What's in the name? Dat is natuurlijk altijd, een naam heeft altijd weer een betekenis. Bij hem is dat zeker ook de waarheid. En als ik eerlijk ben, vertrouw ik liever op een andere timmerman van 2000 jaar geleden hier op aarde. En dan komt natuurlijk ook nog mijn grote anti-idool, Yuval Harari, even om de hoek kijken. Er is ook nu een stripboek zelfs van zijn werk uit, waar hij zichzelf als stripheld naar voren brengt, om ook de jeugd een beetje aan te spreken, lijkt mij. En wat hij zegt is civilians under the skin, dus dat is dus een toezicht onder de huid, dus je ook een soort mind control, een soort gedachtenpolitie zie ik daar een beetje in. Maar ik zat ook weer naar zijn naam te kijken, er staat Yuval Noah Harari. Waarom Noah? En toen dacht ik even bij mezelf, Matthäus 24 vers 37, want het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Zo zal de komst des mensen zijn. Dus ja, ik vat een beetje een knipoog naar die tijd door die naam. Ja, ik had het boek, kwam ik tegen, denk ik, ik zat er een beetje op internet naar te kijken. Ik denk, nou, ik bestel het gewoon, even kijken. En toen kwam ik een heel apart plaatje tegen. Hij gaat een uitleg hoe de mensengeschiedenis zich ontwikkeld heeft. Aan een meisje en nog andere figuren. Dan gaat hij allerlei dingen langs. En toen, op een gegeven moment zijn ze ook naar de voorstelling Faust gingen ze. En dan ging hij ook even uitleggen, zus en zo, dit en dat, zo zit het in elkaar. Faust, dat toneelstuk gaat over een man die eigenlijk zijn ziel aan de duivel verkoopt. En dan moet ik even goed zeggen, die hoofdpersoon heet Mephistoles. Is eigenlijk de Satan. Maar goed, hij is natuurlijk hij gelooft helemaal niks. Atheïst. Maar hij komt dan toch met de Satan om de hoek kijken. En wat zegt hij nou in dat plaatje? Ik weet niet of ik het kan lezen. Alsof ze een pact met de duivel hebben gesloten. Nou, ik ben het eigenlijk nooit met hem eens, maar ik ga hier toch een beetje twijfelen. En wat hij ook promoot, is natuurlijk de AI, de kunstmatige intelligentie. Daar ben ik ook heel groot voorstander van. Maar hij gaf ook laatst aan, dat samen met Elon Musk, dat die kunstmatige intelligentie zo een vlucht neemt, dat het de mensheid kan gaan overheersen. Daar hebben we het laatste tijd ook nog een beetje over gehad. En op een gegeven moment kom je op een omslagpunt, dat heet de singularity. Sorry voor het Engels ook, maar dat is een Engelse benaming, dat de kunstmatige intelligentie de mens gaat overroelen. Dus dat het groter wordt dan de mens. En dan vraag je je soms af, houden we het dan allemaal nog wel onder controle? Even terugkomend op dat controle. Als we het niet meer onder controle hebben, is het out of control. Heb ik even daar neergezet. Dus het loopt uit de hand. Kan je ook wel eens over jezelf zeggen, van hij heeft zichzelf niet meer in de hand. Dan neemt de emotie de overhand van jouw zijn. Dus als je heel kwaad bent, of gewoon buiten jezelf. Dat is ook een mooie term op zich. Dan heb je het ook niet meer onder controle. Nou, er zijn allerlei kenmerken van, het loopt uit de hand. Onzeker, twijfel, paniek. Je voelt je onbeschermd, onrustig, gespannen, frustratie, ongelukkig. Het zijn allemaal kenmerken van dat je het niet onder controle hebt. Dus out of control. Maar als je het onder controle hebt, dan is alles in de hand. Je bent zelfverzekerd, je hebt er vertrouwen in, zekerheid, bescherming. Er is rust en vrede, je bent ontspannen. Het is natuurlijk heel mooi als je in zo'n situatie zit. Ja, wat heeft een mens onder controle, vraag je dan af. Er zijn mensen die wel vertrouwen hadden op God, omdat ze wisten dat hij het onder controle had. Zal ik even twee voorbeelden geven uit de Bijbel. David en Goliath bijvoorbeeld. David die ging op Goliath af als een... Ja, dat is eigenlijk een onbegonnen strijd in principe, in mensenogen dan. Want iedereen verklaarde hem in wezen voor gek. Denk, ja, dit is een gewonnen strijd voor Goliath. Daar ontkom je niet aan. Dus, hoe kom je erbij? Nou, David zag dat heel anders. Hij was gezalfd tot koning. Hij was nog geen koning. Hij had het volste vertrouwen op God. Wat kon hem gebeuren?
als hij de strijd aan met Goliath aanging. Hij zou nog koning worden. Maar het volste vertrouwen op God. Dus hij had niks te verliezen. Hij was eigenlijk al winnaar. Dus als je op die manier bekijkt, dat God alles onder controle heeft en je vertrouwt op hem, op die manier kon hij wel op Goliath afstappen. En hij won ook. Jezus met de storm op het meer van Galilea. Discipelen helemaal in paniek. De boot vergaat. We verdrinken enzovoort. En Jezus ligt te slapen in alle rust. Hoe kan dat? Hij had zijn taak nog niet volbracht. En hij had volste vertrouwen op God. Dan heb je rust in zo'n vertrouwen. En daarna brengt hij nog de storm tot rust. Ja, hoe mooi wil je het hebben? Even samenvatten. Everything under control. Even terug naar die opmerking van dominee Poort. Een mens heeft een plan en dat wil je uitvoeren. Je hebt een startpunt en een eindpunt. Dan hoop je dat je op een normale manier bij het eindpunt komt. Maar iedereen moet weten als je een plan maakt. Het gaat altijd anders dan je hebt bedacht. Er komen allerlei onvoorziene omstandigheden om de hoek kijken. En dan mag je blij zijn als je het eindpunt haalt wat je zelf voor hebt genomen. Dus daaruit blijkt dat de mens niet alles onder controle heeft. Want iedereen kan dat beamen. Bij God is het anders. God gaat uit van zijn einddoel. Dus zijn startpunt is zijn einddoel. Dat staat vast. Daar gaat alles naartoe. Hij komt met ieder schepsel tot zijn doel. Dus zijn einddoel is gewoon... Dat staat gewoon vast. Daar ontkom je gewoon niet aan. Dus zijn plan is altijd, wordt altijd uitgevoerd. Alles gaat naar zijn einddoel toe. Waar hij eigenlijk mee begonnen is. Hij heeft zijn einddoel... vastgesteld. En daarna is de schepping gemaakt. Dat hij zo op die manier met al zijn creaturen tot zijn einddoel kan komen. Dus het loopt altijd zoals gepland. In mensenogen is dat misschien wel eens anders. Maar als je het vertrouwen op God hebt, net zoals David, ja, dan hoef je eigenlijk niet druk te maken. Dus dan zeg ik, don't worry, be happy. Op zijn Engels. Ik geef het woord aan anderen. Deze moet ik hebben. Ja. Dankjewel, Art. Dat was een hele mooie start. En een mooi einddoel, hè? Ja. God verkondigt van den beginnen reeds de afloop. Geweldig. Dan heb je rust. Ik ga jullie vanmorgen eens kennis laten maken. Het zal voor velen inderdaad een kennismaking zijn, want ik heb al eventjes vooronderzoek gedaan. En toen is mij gebleken dat de kennis over deze persoon maar heel minimaal blijkt te zijn. Dus het lijkt me helemaal geen overbodige luxe om het... om eens over deze Apollos te spreken. Apollos, laat ik, voordat we naar Handelingen 18 toe gaan, want dat is de passage die ik met name dan wil bespreken, eerst eventjes kort de context geven, een voorgeschiedenis. Kijk, het verhaal is deze, je vindt het dus in Handelingen 18. We praten over het jaar 51, plus minus, eventueel 52... van onze jaartelling. Dat weten we nogal nauwkeurig. Ik heb nog niet zo lang geleden daar over de chronologie van het Nieuwe Testament een korte serie gegeven. En toen heb ik dat ook, aangetoond.
Maar in ieder geval, zo rond het jaar 51, dan lees je dat Paulus vertrekt vanuit Athene naar Korinthe. Dat staat in Handelingen 18 vers 1. En om het eventjes wat visueler te maken. Hier zie je dus Athene. En dan vertrekt Paulus een kilometer of 80 westwaarts. En dan komt hij in Korinthe. Ook dat is een havenstad. Aan de golf van Korinthe. En dan, dat is dus in Handelingen 17. U weet wel, dat is toen Paulus daar in Athene was. Toen heeft hij die beroemde reden, die toespraak gehouden op de Areopagus. En hij is vertrokken vervolgens naar Korinthe. En dan vertrekt hij vanuit... ik moet het goed zeggen. Dan komt hij dus daar in Korinthe aan. En daar treft hij Priscilla, voor sommigen een niet geheel onbekende naam. En Aquila. Altijd in deze volgorde, eigenaardig. Priscilla is de dame. En haar echtgenoot heet Aquila. Maar die speelt altijd kennelijk een beetje een rol op de achtergrond. Die kwamen uit Italië, lees je. En zij zijn ook tentenmaker, net als Paulus. En zij delen met hem de boodschap van de opgestane Messias. En Paulus werkt met hen samen. Zij blijven dan anderhalf jaar in Korinthe. Dat is op zich wel eigenaardig, want Paulus was van plan om naar Rome toe te gaan. Maar hij had juist vernomen dat de Joden daar allemaal verdreven waren. En wat de aanleiding daarvan was, dat doet nu even niet ter zake. Maar in ieder geval, Paulus blijft in Korinthe. En dat was 1 jaar en 6 maanden, lees je dan. En dan vertrekken zij samen, dat wil zeggen Paulus met Priscilla en Aquila, naar Efeze. En om het eventjes dat wat ook wat concreter te maken, hier ligt dus Korinthe. En dan door de Griekse eilanden komt hij dan op het, wat wij dan noemen, Turkse vasteland. En dat is aan de kust ongeveer bij Efeze aan. En dan lees je vervolgens dat Paulus alleen verder trekt. En dan gaat hij, dat is heel boeiend met, als je een kaartje erbij hebt, want dan kun je het allemaal wat, dan kun je het je allemaal wat, nog wat beter voorstellen. Dan lees je dat hij vanuit Efeze verder gaat, alleen met achterlating van Priscilla en Aquila. Vertrekt hij naar Caesarea, dat ligt dus in het land van Israël. En wellicht ook nog naar Jeruzalem, maar dat is wat omstreden. En vandaar gaat hij vanuit Caesarea, of eventueel Jeruzalem, gaat hij naar Antiochië. En dan via Galatië, hier deze landstreek en de landstreek van Frigië, gaat hij weer richting Efeze. Nou, het is in deze tijd, ook dat zal ik straks nog laten zien, dat terwijl Paulus in deze streken bivakkeert en richting Efeze weer gaat, dat de geschiedenis plaatsvindt waar we het nu vanmorgen over gaan hebben. Namelijk dat Apollos daar in Efeze is gearriveerd. Want, laten we dan meteen maar eens naar Handelingen 18 toe gaan. Daar lees je een zekere Jood nu, Apollos genaamd. En dat is wel aardig, want Apollos, ja, wij kennen de naam Apollo vooral van het NASA-project. Dat heeft dezelfde oorsprong. De naam komt uit de Griekse mythologie. Apollos. Hij was volgens de verhalen dan de zoon van Zeus. Je weet wel, of Jupiter heet hij ook wel. En hij was de tweelingbroer van Artemis. Artemis, die kennen wij onder de naam van, meestal, van Diana. En de aardigheid is dat we die ook tegenkomen in Handelingen 19. Als Paulus in Efeze is, want Efeze was de stad van Artemis. Maar in ieder geval, die Artemis was dus de tweelingbroer, volgens de legende of volgens het verhaal van Apollos. Ja, goed. Oké, en de aardigheid is dat de naam zelf helemaal niet echt een aanbeveling is. Want het is afgeleid van een Grieks werkwoord, dat is apolumi, en dat betekent verloren gaan. We komen het heel vaak tegen in het Nieuwe Testament als werkwoord of als verderving, als
zelfstandig naamwoord. De verderver. Ja, waarom je dan een Apollo-project zo noemt, dat... Maar ja, oké. Okay. In ieder geval, hij heette dus Apollos, en dan weten we in ieder geval waar die naam vandaan komt. En dan lezen we nog iets. Laten we gewoon maar vers voor vers, of eigenlijk zinsdeel voor zinsdeel, dat is eventjes wat scherp stellen. Hij was een Alexandrijn van afkomst. Dat wil zeggen, hij kwam uit Alexandrië. En Alexandrië, dat ligt, om nog een kaartje te geven, dat ligt dus daar aan de westkant van de Nijldelta in Egypte. En die stad is genoemd naar Alexander de Grote, de Macedoniër. We hadden het zojuist voor de samenkomst nog eventjes over Macedonië. Maar daar kwam dus, of in ieder geval, deze stadsnaam is ontleend aan deze grote Alexander. Die stad, het was een grote stad, maar had ook een hele grote Joodse gemeenschap. Er was in de hele diaspora was er geen stad waar zoveel Joden verbleven als juist Alexandrië. Ik heb zelfs begrepen dat 1 op de 3 Alexandrijnen van Joodse origine was. En er is nog iets anders waarom Alexandrië bekend is geworden. Omdat daar de Septuagint, afgekort als LXX, maar dat betekent gewoon de 70, tot stand kwam. En wat is die Septuagint? Dat is eigenlijk ook dan heel logisch. Er was een hele grote Joodse gemeenschap in het buitenland. Maar er was, ja, velen van hen waren niet meer vertrouwd met de Hebreeuwse taal. En dus was er sterk de behoefte aan een Griekse vertaling van de toenmalige Hebreeuwse Bijbel. Ons Oude Testament. En daar is toen een vertaling tot stand gekomen, die wij dus nu de Septuagint noemen. En dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, of van de Hebreeuwse Bijbel. Als de aardigheid is bijvoorbeeld dat als je in het Nieuwe Testament citaten uit het Oude Testament verneemt, leest, dan zijn dat altijd per definitie citaten uit de Septuagint. Want ons Nieuwe Testament is ook in het Grieks geschreven. Dus als je dan citeert, ja, dan kun je wel Hebreeuws gaan spreken, maar dat werkt niet. Hè? Dan is dat niet te begrijpen. Dus werd er geciteerd uit de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. De Septuagint dus. Nou, dat is Alexandrië. En uit die stad, daar kwam deze Apollos vandaan. En je leest dan van hem het volgende. Hij was een Alexandrijn, maar een geleerd man. Als je, ja, dat is een beetje omstreden, want andere vertalingen, bijvoorbeeld de Statenvertaling, zegt hij was welsprekend. Het Grieks, NBG zegt dus geleerd. Het heeft te maken met het woordje logios, en dat betekent hij was vertrouwd met het woord. En dat kun je dan, ja, dat kun je opvatten als iemand die erg veel gelezen had, belezen. Gevormd door woorden, maar je kunt het ook opvatten, hij was machtig om de dingen naar voren te brengen. Dus ja, het wordt dus verschillend uitgelegd. Een geleerd man, hij was in ieder geval heel geleerd, dat zullen we straks ook nog wel zien. En vermoedelijk ook welsprekend. Dus het feit dat de vertalers wat hier kennelijk in dubio staan, is niet zo gek. Ik denk dat beide toepassingen op hem, of beide begrippen op hem van toepassing zijn. Hij was dus geleerd, eventueel een welsprekend man. Hij arriveerde in Efeze, kennelijk vanuit Alexandrië, dat wordt gesuggereerd. En hij was, staat er, machtig in de schriften. Ja, in het Grieks staat daar het woordje dynatos, waar ons woordje dynamiek en zo vandaan komt, dynamiet ook. En dat betekent machtig of vermogend. En begeven zegt, hij was doorkneed in de schriften. Hij kende de schriften kennelijk op zijn duimpje. Hij wist waar de dingen stonden. Hij kende de verbanden. Hij wist dondersgoed, om zo te zeggen, waar hij het over had als hij de schriften opende. Hij was machtig in de schriften. En dan lees je van hem, hij was deze, dat was die Apollos dus, hij was onderricht. Hij was, hier staat een Grieks woordje, trouwens, waar ons woord catechese van afgeleid is, catechisatie. Hij was onderricht in de weg van de Heer.
En die uitdrukking moeten we eventjes goed begrijpen. Want die uitdrukking, doordat het zo geformuleerd wordt, hij was onderricht in de weg van de Heer. Ja, maar dat is een term of een manier van zeggen die heel bekend is in het boek Handelingen. Het is namelijk ontleend aan de bediening van Johannes de Doper. Johannes de Doper, die ooit kort voor het optreden van Jezus, het publieke optreden van Jezus, begon. En van hem lees je dat hij, nou laat ik het maar gewoon weergeven. In Marcus, maar het wordt op diverse plaatsen gezegd, dat zijn, het optreden van Johannes de Doper wordt geïntroduceerd, dan wordt er gezegd van ja, hij is de vervulling van wat er in Jesaja al staat, namelijk dat hij, er zou iemand komen die in de woestijn de weg des Heren of de weg van Jahwe zou bereiden of voorbereiden, eigenlijk klaarmaken. Daarom wordt hij ook genoemd de wegbereider des Heren. En het is in feite dus ontleend aan de profetie. Voordat de Messias zou komen, zou hij als een Elia, maar dat ga ik nu niet toelichten, maar er is heel veel verwantschap tussen Elia en Johannes de Doper, maar in ieder geval, hij zou de weg voorbereiden. En dat stond al in Jesaja zo voorzegd. En Johannes is daarvan de vervulling. En dan nog iets. In het boek De Handelingen wordt heel dikwijls gesproken over de weg. En de weg is dan een andere term voor de Christus. In feite zijn het synonieme begrippen. Ook wat niet zo gek is. Want de Messias, de Heer Jezus, heeft zich ook inderdaad gepresenteerd als de weg, de waarheid en het leven. Maar ook die term, de weg, heeft daar alles mee te maken. Laat ik maar een paar voorbeelden geven, om het iets concreter nog te maken. Je leest in Handelingen 9, over Saulus van Tarsus, dat hij overal op zoek ging. Hij was dé vervolger van de Ecclesia. En als hij mannen en vrouwen die van de weg waren, zou vinden, dan zou hij hen gevankelijk naar Jeruzalem brengen. Mensen, mannen en vrouwen die van de weg waren. Het klinkt haast als van die van het padje waren. Nee. Van het padje af. Nee, het waren mensen van de weg. Zo kennelijk benoemden zij zichzelf. En later in de Handelingen 19, dan lees je. Dat vindt dan ook plaats in in Efeze. En omstreeks dat tijdstip ontstond er geen geringe opschudding in zaken de weg. Eigenlijk zou het tussen aanhalingstekens geplaatst moeten worden. Zo werd dat genoemd. De weg. En dan gaat het over de Messias. Paulus, als die voor Felix, een stadhouder, verschijnt, in Handelingen 24 lees je dat, dan zegt hij, maar dit erkenning voor u, Felix, dat ik, die naar die weg, die zij, de tegenstanders, een sekte noemen. Ah, dat is trouwens wel interessant, want men noemde de mensen van de weg een sekte, maar zij zelf afficheerden zich als, wij zijn van de weg. Dat wil zeggen van de weg die ooit is aangekondigd, ooit al door de profeet Jesaja. En die, door, die weg die is bereid door Johannes de Doper. De weg die zij een sekte noemen, inderdaad, de God der vaderen vereer ik, gelovende al hetgeen in de wet en de profeten geschreven staat. En in de profeten wordt dit voorzegd en vandaar dat wij van de weg zijn. En dan lees je van die Felix, even later in datzelfde hoofdstuk nog. Maar Felix, die stadhouder dus, die zeer goed van de weg op de hoogte was, verdaagde hun zaak. Nou ja, er zijn nog meer voorbeelden, maar het lijkt mij, toen dat ik mijn punt wel gemaakt heb, als het gaat in het boek Handelingen over de weg, dan gaat het over de Messias. De Messias die is aangekondigd en wiens pad is bereid door Johannes de Doper. Oké, nou. Deze Apollos weten we niet nog, hij kwam dus uit Alexandrië. En hij was onderricht in de weg van de Heer. En dus hij was op de hoogte van de doop van Johannes. Dat zeg ik expres zo, omdat het later gewoon expliciet zo wordt bevestigd.
En dan staat erbij, en vurig in de geest sprak en onderwees hij nauwkeurig. Nou, dat vind ik wel een hele mooie, maar ik moet er ook bij zeggen, een zeldzame combinatie. Vurig van geest, wij zouden zeggen geestdriftig of begeisterd, dat is dan op zijn Duits. Maar ook nauwkeurig, met precisie. Hij kende, hij was doorkneed, machtig in de schriften en hij onderwees ook. En aangezien hij geleerd was, maar ook hij kon de dingen geweldig onder woorden brengen. Het is heel interessant dat het woordje vurig, vurig zijnde, letterlijk staat daar in het Grieks, seo, dat betekent eigenlijk kokend. En dat vind ik heel erg mooi. Je leest van de Laodiceërs wordt gezegd, ze waren koud, nog heet. Hè? Maar het gaat er juist om. Deze Apollos was, het kookte in hem. En ik vind het een prachtige beeld om aan te geven van die man dat... Ja, het was bruisend. Dat krijg je ook, hè. Als het kookt, dan gaat het bruisen. Hij was vurig en hij was nauwkeurig. Exact. Zorgvuldig. En hij combineerde dat met enthousiasme. Heel vaak is het zo dat enthousiasme... gaat ten koste dan weer van de nauwkeurigheid. Je bent dan zo verrukt over de dingen die je te vertellen hebt. Maar dan moet de accuratesse soms wel eens een klein beetje aan gaan geloven. Maar van hem lees je dus deze combinatie. Hij was vurig in de geest. En hij sprak en onderwees nauwkeurig de dingen omtrent Jezus. Dat wil zeggen, de dingen die in Jezus vervuld zouden worden. Ik zeg het expres zo, want hij was namelijk nog niet geüpdate. Want, dan staat het bij, alleen op de hoogte zijnde van de doop van Johannes. Dus, hij leerde nauwkeurig, jawel, over de weg, want daar was hij in onderwezen en hij gaf dat ook door met grote kracht, met geestdrift en met precisie, maar niettemin, er zaten hiaten, zeg maar, in zijn onderwijs. Dat was geen verwijt, maar hij wist dat niet. En hij was dus nog steeds onkundig over bepaalde dingen. Hij was slechts op de hoogte van de doop van Johannes. En ja, nou ja, wat ik al over Johannes zei, hij was de wegbereider des Heren. Hij heeft dat ook altijd gezegd. Hij zei, het gaat niet om mij, maar ik wijs de weg. Ik doop jullie in water, zei hij altijd. Dat wordt, ik geloof, 7-8 keer zo in het Nieuwe Testament herhaald. Dat Johannes zei van, ik doop jullie in water, maar hij die na mij komt, die zal jullie dopen in geest en in vuur. Geestelijk vuur eventueel. Maar in ieder geval, de doop waarin ik doop, het volk van Israël, het Joodse volk, dat was slechts een beeld van de echte doop, van die na hem zou komen. Trouwens, ik vind het heel apart dat de christelijke doop is dus juist geen waterdoop. De doop van Johannes was een waterdoop, maar dat is een beeld van hem die zou komen en die zou dopen in het echte. Hè? In geest en vuur. En ja, hij wees vooruit. En je leest in Johannes ook, in het Johannes Evangelie, dat hij op een gegeven ogenblik wijst, midden in de scharen, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Het was zijn achterneef. In ieder geval, je leest dat Maria, de moeder van Jezus, was dus een nicht van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. Dus het was familie. De een kwam trouwens uit de stam van Juda en de andere uit de stam van Levi. Maar dat is heel interessant, hè? Koninklijke, de priesterlijke lijn. Maar in ieder geval, hij was... op een gegeven ogenblik komt Jezus ook en die wil gedoopt worden door Johannes. En Johannes wil daarvan afzien. En zegt van, nee,
dat is een omkering van zaken. Maar Jezus staat erop dat hij dan gedoopt wordt door Johannes. Maar Johannes heeft dus de hele tijd gewezen op hem die zou komen. En hij heeft ook op de naam gewezen. Wie het zou zijn. Johannes stond trouwens in groot aanzien bij het volk. En zelfs de schriftgeleerden en de religieuze elite, zeg maar, in die dagen, die durfden geen kwalijk woord over Johannes zeggen. Maar goed, Apollos was dus wist van Jezus, daar gaf hij onderwijs over, maar hij wist verder niet alles. En wat hij er precies van geweten heeft, weet ik niet, maar hij was in ieder geval slechts gedeeltelijk of fragmentarisch op de hoogte van de vervulling. En dan lees je in vers 26, en deze, Apollos dus, begon vrijmoedig op te treden. Je ziet het haast voor je, wat er van hem gezegd wordt. In het Grieks vind ik een mooi woord. Pares, dat Griekse woord voor vrijmoedig, dat wil eigenlijk zeggen dat par heeft te maken met alles, en dat resia heeft te maken met stromen, met dat wat gezegd wordt. En dus eigenlijk vrijmoedig is iemand die alles zegt. Dat vind ik heel leuk, want zo gebruiken wij het ook. Iemand die vrijmoedig is, die is niet terughoudend, maar die meldt wat hij te vertellen heeft. Dat is vrijmoedig. Hoe was het ook alweer, Arthur, wat jij zei van over in de Zuiderkapel? Er waren dan predikanten die daar vrij waren om te zeggen wat ze te melden hadden. Ja, want ja, als je in een systeem zit, ja, dan moet je soms wel, dan moet je over eieren lopen. Hè? Nou, dan ben je dus niet vrijmoedig. Als je over eieren moet lopen, dan ben je niet vrijmoedig. Vrijmoedig ben je wanneer je gewoon meldt wat je te melden hebt. Nou, hij was dus niet alleen maar op de hoogte. Hij was nauwkeurig, hij was geestdriftig, hij was geleerd, welsprekend. Maar hij was ook vrijmoedig. Dat is een geweldige getuigenis. Wordt zo in een paar regels door Lucas hier opgetekend over deze Apollos. Hij begon vrijmoedig op te treden. Heb ik nog een subtiele verrassing. Want ik heb wel eens bij een andere gelegenheid er ook op gewezen, op een Griekse werkwoordsvorm die wij niet kennen, en dat heet de medialis. Dat is de middenvorm. Kijk, als wij een werkwoord gebruiken, dan zeggen we het of actief of passief. Je eet of je wordt gegeten. Ja. Het een is actief, het ander is passief. Maar het Grieks heeft een middenvorm, wat zowel actief als passiviteit uitdrukt. En dat heet die medialis. En dit vrijmoedig optreden, vrijmoedig te zijn, dat staat in de medialis. Dat wil zeggen, het is en passief en het is actief. Maar ik vind dat, ja, persoonlijk vind ik het prachtig, want het geeft namelijk aan, hij was vrijmoedig, het overkwam je. Als je geestdriftig bent, en doe je dat zelf? Nee, je bent begeisterd, zal ik maar zeggen. Dat is passief, het overkomt je, je bent gepakt, gegrepen door iets, dat wil je vertellen. Dat is passief, het overkomt je. Ja, maar het maakt je actief. Dus waardoor je inderdaad gaat bruisen, waardoor je gaat spreken. Dus ja, is dat vrijmoedig optreden, is dat passief of is dat actief? Nou, wij kunnen dat niet in onze taal zo uitdrukken, maar het Grieks wel. Het Grieks kan dat keurig uitdrukken en dat is, het was die medialis. Hij was vrijmoedig, gemaakt, maar hij was zelf ook daardoor vrijmoedig. Snapt u? Ja. Nou, ik ga het verder nu niet toelichten, er zijn veel meer voorbeelden van. Maar hij begon vrijmoedig op te treden, daar in de synagoge, moet zich realiseren. Daar was verder nog helemaal niet een ecclesia van gelovigen, later wel, dat lees je dan in Handelingen 19 vers 9, maar in dit stadium nog niet. Hij trad op, het was een Jood, hij trad daar op in de synagoge. En dan, lees je, en toen Priscilla en Aquila hem hoorden. Ik vertelde het u al. Paulus was met Priscilla en Aquila naar Efeze gegaan. Vervolgens was Paulus verder gegaan. Caesarea, die had nog een hele reis gemaakt. Maar Priscilla en Aquila waren nog steeds in Efeze. En die maken kennis met deze
Apollos. En zij horen hem spreken. En ze zullen ongetwijfeld ook onder de indruk geweest zijn van dat wat hij naar voren bracht. En ja, als zij dat horen, hebben zij en vernomen natuurlijk dat die man zeer nauwkeurig sprak, maar ook dat hij zo geestdriftig was, maar ook hebben ze ongetwijfeld gemerkt van, hé, maar een aantal dingen weet hij kennelijk nog niet. Nou, en dan lees je, en Priscilla en Aquila, die hoorden hem en ze namen hem tot zich. Ze hebben hem gewoon even apart genomen, want ze wilden hem graag dingen vertellen wat deze Apollos nog niet wist. En dan staat er, toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich. Het is trouwens even geheel terzijde. In het boek Handelingen heet het altijd Priscilla en Aquila. En als Paulus in zijn brieven hen benoemt, dan is het altijd Prisca en Aquila. Kennelijk was dat een koosnaampje. Dus Lucas noemde hem bij Priscilla de voluit. En Paulus noemde haar altijd Prisca. Oké. Een klein beetje, maar het is wel interessant. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem tot zich en zetten hem de weg van God nauwkeuriger uit. Ja, dat uiteenzetten wil zeggen, ze hebben hem tekst en uitleg gegeven. Ze hebben hem nader op de hoogte gesteld. Ze hebben hem geïnformeerd, geüpdate. Het was wel nauwkeurig wat hij zei, maar het was niet compleet. Het was niet volledig. En Priscilla en Aquila, die doen dat dan. Die zetten hem de weg van God. Heb je het weer? De weg van God. Hij was wel deels op de hoogte van de weg, maar nog niet de hele weg, zeg maar. En zij zetten hem de weg van God nauwkeuriger uit. Dus Apollos was nauwkeurig. En hetzelfde werkwoord gebruikt, alleen in de overtreffende trap. Apollos was nauwkeurig, maar Priscilla en Aquila, die zetten hem de weg van God nauwkeuriger uit. En kennelijk heeft, ja, dat weten we zeker, want dat blijkt uit het vervolg, heeft Apollos dat met vreugde en leergierig als hij was, in zich opgenomen. En ja, het klopte allemaal. Prachtig zoals dit dan ook getekend wordt. Dus daar in de synagoge vernemen Priscilla en Aquila dus van deze Apollos, maar hij wordt geüpdate. En dan lees je in vers 27, en toen hij zich beraadde door te gaan naar Achaïe, dus hij wil daar niet in Efeze blijven, maar hij wilde vertrekken naar Achaïe. Zal ik u nog wel eens even wat vertellen, want het is het mooie van een PowerPoint natuurlijk. Hè. Dan kan ik u, de Achaïe, dat is wat wij dan noemen de Peloponnesos. Dat is dat schiereiland van Griekenland met als hoofdstad Korinthe. Kijk, dit eiland, het is een bijna eiland, een schiereiland, heet dus de Peloponnesos. En het noorden daarvan, dat heet Achaïe. Je komt die naam heel dikwijls tegen in Handelingen, maar ook in de brieven van Paulus. En de hoofdstad daarvan is Korinthe. En Paulus, of deze Apollos, hij was dus in Efeze. En hij wil naar Achaïe toe. Precies waar Priscilla en Aquila vandaan kwamen. En dan lees je, als hij zich beraadt, dus overweegt om daar naartoe te gaan, dan moedigde de broeders hem aan, kennelijk omdat daar in Korinthe behoefte aan was, denk ik zo, maar dat weet ik niet zeker wat de reden is. Maar ze moedigden de broeders hem aan en ze schreven aan de leerlingen daar in Korinthe dus, of in Achaïe, om hem te verwelkomen, om de deur open voor hem te zetten en om hem, hoe staat het in de begeven dadelijk, om dat ze hem vriendelijk zouden ontvangen. Een aanbevelingsbrief dus, krijgt deze Apollos mee als hij dan richting Achaïe gaat. En dan staat er nog bij, toen hij daar aankwam, droeg hij heel veel bij aan die geloofden door de genade. Dus daar in Efeze had hij zich al bewezen en zijn kwaliteiten getoond en ook had hij al veel betekenis gehad. Maar nu komt hij daar in Achaïe aan, in Korinthe dus,
En hij draagt heel veel bij. Hij bracht veel toe, of in de MBG-vertaling zegt, hij was van veel nut daar in Korinthe. Hij droeg veel bij aan die geloofden, en dan staat er in het Grieks, heel eigenaardig, door de genade. En de uitleggers zijn het er niet helemaal over eens waar dat door de genade op slaat. Slaat dat nu op dat hij door de genade veel bijdroeg? Of slaat dat op die geloofden door de genade? Zij geloofden, waarom? Omdat zij door genade mochten geloven. En wat is het nou? Is het een of het ander? Wat zegt u? ik denk dat het antwoord C is. Namelijk, dit had ik al. Namelijk, beide. Beide is waar. Natuurlijk was het de genade Gods die Apollos in staat stelde om veel bij te dragen, om van veel nut te zijn daar in Korinthe. Jazeker. Maar degene die daar al geloofde, hoe kwam het dat ze daar geloofden? Ja, God had hen door zijn woord overtuigd. Dus ja, het overkomt je. Je komt niet tot geloof. Het geloof komt tot jou. Dat is een gave Gods. Dus ja, ik vind het wel een hele mooie toevoeging. Het is genade als je het mag zien. Ik had daar nog niet zo lang geleden heel gesprekken over. Want u weet hoe dat gaat in de christelijke wereld. Zegt men altijd, steekt men van de vrije wil. En ja, het is jouw keuze. Nee. Als je ogen opengaan voor het evangelie. Als je het mag horen, en als je het mag zien, mag verstaan wanneer het kwartje valt. Dan is dat louter genade. Het is geen enkel eigen roem. En nou zeg ik erbij. Wat er ook in de, wat Paulus in de Korinthebrief al schrijft. Het is uit hem. En dan gaat het over God. Het is uit hem dat jullie in Christus Jezus zijn. Die ons van God geworden is. Wijsheid, rechtvaardigheid, verlossing. Etcetera. Maar het is uit hem dat jullie in Christus Jezus zijn. Dat wil zeggen, God heeft jullie daar geplaatst. Hij heeft je ogen en je harten en je oren daarvoor geopend. Het is allemaal genade. Niks eigen werken. Vergeet het maar. En weet u wat ik het geweldige daarvan vind? A. Dat God al de eer krijgt. En B. Dat als het inderdaad van hem afhangt. Dat mijn ogen geopend worden. Dan hangt het dus ook van hem af. Dat alle andere ogen geopend worden. En als hij het timed om ons vandaag uit te roepen, dan timed is het ook in zijn vermogen om anderen op een ander tijdstip daartoe te brengen. En dat maakt het evangelie tot zo'n geweldig goed bericht. Het is een mededeling. God is zo groot. Hij roept nu mensen uit en straks opent hij alle ogen, zodat allen zullen zien en allen ook zullen getuigen. Dan opent hij ook nog eens een keertje hun mond. Ja, dat overkomt je dan. En dan staat er nog bij in vers 28. Want energiek, of in de MBG-vertaling staat onvermoeid, weerlegde hij grondig de Joden publiekelijk. Waaruit wel weer blijkt dat deze man verbaal ook heel sterk was. Hij wist niet alleen waar hij het over had. Hij was machtig in de schriften. Maar hij was geestdriftig. Maar hij was ook. Hij sprak aan publiek. Daar in de synagoge. En hij kreeg dus nogal wat. Kennelijk tegenargumenten te horen. Want er staat energiek. Krachtig. Hè, weer dat bruisende. Weerlegde hij grondig. En dat weerleggen grondig. Dat wilde zeggen. Met argumenten maakte hij. Toonde hij overduidelijk aan dat het niet waar was wat men tegen hem zei. Of wat men inbracht tegen hem. Hij weerlegt grondig. Dat betekent dus hij bracht iets. Hij vertelde iets. Hij kreeg vervolgens een heleboel mitsen en maren te horen. Van dat kan helemaal niet. Of kijk, allerlei argumenten, tegenargumenten. En vervolgens, wat hij dan doet, is hij weerlegde dat. En dat deed hij heel grondig. En hoe deed hij dat heel grondig? Wel door aan te tonen. Aantonend, dat wil zeggen, letterlijk staat er hier ook een
een Grieks woord dat wil zeggen laten zien. Maar dat is ook wat bij ons aantonen betekent. Je toont iets aan, je laat iets zien. Hoe dan wel? Wel, door de schriften. Waarin hij zo machtig was, hè? Die hij zo goed kende. Dus hij wist alles in de schriften, in de wet en de profeten, alles in die Hebreeuwse Bijbel, dat spreekt van hem die is gekomen. En eerst was hij daar nog maar spaarzamelijk van op de hoogte, vanwege zijn gebrekkige informatie. En toen hij vervolgens door Priscilla en Aquila helemaal nauwkeuriger op de hoogte werd gesteld, nou wist hij het helemaal. En wat hij deed is daarover spreken. Hij was buitengewoon bekwaam om dit te doen. En aan publiek, reken maar dat er ook in die Joodse wereld heel veel know-how was. En die ook allerlei bezwaren hadden tegen alle messiaanse claims van Jezus de Messias. Maar hij, deze Apollos, hij lustte ze, om zo te zeggen, rauw. Hij heeft ze grondig weerlegd. En hij heeft vanuit de schriften laten zien, hier staat het, daar staat het, daar staat het, daar staat het. En hij heeft dat allemaal kunnen aantonen. En zo in feite dus de mond gestopt van alle tegenspraak. Wat een krachtig woord heeft uit zijn mond geklonken. Dat is geweldig. Je zou een video willen hebben met geluidsopnames, met ondertitelingen, AUB dan. Van hoe hij dat daar zo in Efeze heeft, of nee, hier was het inmiddels in Korinthe, hoe hij dat daar aan publiek heeft gedaan. Ja, en dan lees je nog, en dat bevestigt waar ik het over heb, dat is dan inmiddels het volgende hoofdstuk, Handelingen 19, dan staat erbij, en het geschiedde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus doorreisde door de bovenste delen van het land, en hij daalde vervolgens af, want het ligt op een lagere plaats, naar Efeze. Dus dit vindt al wat we zojuist hebben gelezen en over die Apollos, dat was allemaal in de tijd dat Paulus doorreisde door de bovenste delen van het land, dat wil zeggen daardoor Frigië en Galatië en zo. In die tijd heeft dat dus plaatsgevonden. Het is in die tijd ook dat Paulus, ietsje later moet ik erbij zeggen, ook de eerste Korinthebrief schrijft. We weten exact wanneer Paulus dat gedaan heeft. We kunnen dat zo plotten in het boek Handelingen. Als je in Handelingen 19 vers 21 leest, dan staat er niet dat hij toen de Korinthebrief schreef, maar de beschrijving die we daar vinden, ik had eventjes een diaatje daarvan moeten maken, maar in ieder geval, daar kun je precies uit aan ontlenen dat hij toen de Korinthebrief heeft geschreven, want dat blijkt namelijk als je het vergelijkt met de Korinthebrief. Kijk het maar eens na in Handelingen 19 vers 21. En dat is inmiddels dus krap een jaar later. Maar je kunt je voorstellen, Paulus is, Paulus dan later weer is gearriveerd in Efeze, en dan schrijft hij de Korinthebrief. En dan refereert hij aan het feit dat Apollos daar actief was in Korinthe. Nou, dat is precies wat, niet alleen wat we in de Korinthebrief lezen, maar dat is ook wat Handelingen zegt. Dus het klopt precies. Paulus heeft ooit het woord gebracht daar in Korinthe. En Paulus is er weggegaan. En later is Apollos daar gekomen. En die heeft het werk van Paulus eigenlijk voortgezet. En de naam van Apollos komen we daarom vooral, ja, en in Handelingen tegen, maar met name juist in in de eerste Korinthebrief. En ik wil een paar voorbeelden geven en die daarmee wil ik dan ook afsluiten. In 1 Korinthe 1, vers 1. Dan, Paulus was het een en ander ter oren gekomen. Kijk, we zijn geheiligd, dat schrijft Paulus ook in de Korinthebrief, geheiligd, in Christus Jezus, volmaakt, gerechtvaardigd. Maar niks menselijks was hen vreemd. Want wat gebeurde er? Paulus had zijn hielen gelicht. Apollos was daar gekomen. En er waren ook wel scheurtjes, hè, om het even zachtjes te zeggen, daar in die Ecclesia. Want er was wat partijzucht. En want Paulus schrijft dan in 1 Korinthe 1 vers 12. Maar dit zeg ik, dat ieder van jullie zegt, ik ben van Paulus, maar ik ben van Apollos.
maar ik ben van Kefas. Maar ik ben van Christus. Dus zelfs van Christus hadden ze een partijleider, zeg maar, gemaakt. En Paulus zegt dan, is Christus soms gedeeld dan? Dit is iets wat je zo vaak vindt, weet je, dat een menselijke arbeider op een voetstuk gezet wordt. En dan krijg je ook rivaliteiten. Die is beter. Of ze hebben wellicht gezegd, ik kan me heel goed voorstellen, die Apollos, die heeft veel meer in zijn mars, joh. Die is wel bespraakt en kan heel goed de dingen naar voren brengen. Paulus was als spreker zwak. Paulus had bepaald geen minderwaardigheidscomplex, want hij wist dat hij geroepen was. Dus die sprak ook met betoon van geest en kracht, zegt hij. Maar als spreker was hij minder geslaagd. Maar op grond van zulke dingen kunnen zomaar partijschappen ontstaan. Van de voorkeur voor de een of de ander. En Paulus zegt, wat is dat kleinzielig, ook vleeselijk. Heel vleeselijk om zulke onderscheidingen te maken. En dan zegt hij ook in hoofdstuk 3, hij borduurt er dan nog even op voort. Dan zegt hij in vers 5 van dat hoofdstuk, wat is dan Apollos? Je zou haast zeggen, dat is denigreren naar Paulus, naar Apollos toe. Maar zo bedoelt hij het niet. Hij zegt, maar wat is nou hij? Wat is hij? Maar dat geldt ook voor hemzelf. Wat is nu Paulus? Hij zegt, ze zijn dienaren door wie jullie geloven. God heeft hen gebruikt als kanaal door wie zij geloven. En wel zoals de Heer aan een ieder geeft. En dit bevestigt precies waar we het net over hadden. De Heer geeft geloof en God gebruikt daarvoor kanalen en hij zet daar een mens voor in. En dan een Paulus, een Apollos. Maar wat is dat? Dat zijn alleen maar instrumenten. God doet het werk en hij gebruikt daarvoor instrumenten. Maar het is zijn werk. En dan worden ook zulke arbeiders gewoon op een plek gezet. Maar ook, dat geldt ook voor de hoorders, dat je dus niet je daarachter moet gaan verschuilen. Of zeker niet dienaren van het woord tegen elkaar gaan uitspelen. Ik denk dat was toen waar, dat blijft gewoon waar. En Paulus zegt dan, dat illustreert precies historisch ook vanuit het boek Handelingen, hoe het is gegaan. Hij zegt, ik heb geplant, Handelingen 18, via mij is het woord daar in Korinthe terechtgekomen, de Ecclesia ontstaan en vervolgens ben ik weggegaan en toen kwam er een ander en toen kwam Apollos en die heeft begoten. Ik heb het stekje mogen planten en vervolgens kwam Apollos en die heeft water gegeven. Maar, en dan gaat het maar om, God gaf de wasdom. Hij doet groeien en dat doet niet iemand die een stekje plant of dat doet ook niet degene die water geeft. Want het echte wonder is natuurlijk dat het daardoor gaat groeien. Maar dat doet geen mens hoor, kan ik u vertellen. Dat geldt al voor het simpele plantje, maar dat geldt ook voor het geestelijke. Dat doet geen mens, echt niet. En daarom zegt hij ook even later in 1 Korinthe 3, daarom laat niemand roemen in mensen. Hij zegt, want het is allemaal van jullie. Dus ga niet bepaalde dienaren die God toevallig inzet op hemel. Het zijn slechts instrumenten. Laat niemand van jullie roem in mensen. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, dat is Petrus dus. Het zij wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij uitstaande dingen. Alles is van jullie. Denk groots. Ik bedoel, we hebben alles in hem. Ga niet zo zitten. Ik wou nu een term gebruiken, maar dat doe ik aan publiek liever dan niet. Ga niet zo kleinzielig zitten doen over een mensje die gebruikt worden. En de een die formuleert de dingen wat anders. Die een heeft misschien een andere opinie over zus of zo. So what? Gebruik zelf je verstand. Alles is het uwe. Denk na. En wees je bewust dat je alles in hem hebt. En ook die instrumenten die God dan inzet. Prima. Ook dat is van jullie. Net zo goed als leven, dood, tegenwoordige dingen, aanstaande dingen. Kijk, dan ben je echt op de hoogte. Hè? Als je zo in die positie staat. En dan heb ik er nog eentje. Dat is de laatste.
1 Korinthe 4. Het is trouwens niet de laatste keer dat Apollos vermeld wordt in de Korinthebrief. Maar ik moet het even beperkt houden. Die is wel heel mooi ook. Daarom sluit ik er ook mee af. Daar staat er. In deze dingen nu, broeders, schrijft de Paulus dus aan de Korintiërs, geef ik een ander aanzien aan mijzelf en Apollos om jullie. Dat wil zeggen, ik zet de dingen gewoon in perspectief, opdat jullie in ons, Paulus zegt, Apollos in mij, zouden leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Opdat de een niet boven de ander opgeblazen zou worden tegen de ander. Het gaat slechts om één ding. En dat is, wat staat er geschreven? Niet om opinies, niet om de wijze waarop dat vertolkt wordt. Hoe eloquent dat ook allemaal mag zijn of mag klinken. Nee, het gaat om wat er staat geschreven. Dat is wat er... En daar niet boven te gaan. Dat is het enige wat getelt. En niet via welk kanaal God dat tot je heeft laten komen. Zie daaraan voorbij. Dat wat er staat geschreven. En dat was nu precies, en daar zijn we weer helemaal terug bij af. Dat was juist de kwaliteit ook van Apollos. Wat is zo groots aan deze man? Niet dat hij zo'n hoge IQ had hoor. Dat had hij wel. En dat hij zo wel bespraakt was. Oké, dat is een geweldige gaaf. Maar wat zo geweldig is, hij kende de schriften. En hij had één verlangen. En dat is door te geven dat wat er staat geschreven. Nauwkeurig. En liefst nog nauwkeuriger. En dat is wat telt. En dat is de grote waarde van het woord. En die les van Apollos, die zouden we allemaal leren. Zullen we daarbij laten voor vanmorgen? Over grazige weiden, laten we daarover zingen. Psalm 23. En die mijn vrede leidt.
Zullen we onze hemelse Vader nog dank zeggen voor zijn woord en alle rijkdom die hij geeft. We zeggen u dank, machtig God, dat we hier zo bij elkaar mogen zijn in alle rust. En dat we de schriften mochten openen en bepaald mochten worden, ja, in eerste instantie bij het feit dat u God bent en alles onder controle hebt. En dat we daarom ook rust en vertrouwen werkelijk kunnen hebben in het leven. En wat een verschil maakt dat. Dat we ook de schriften mochten openen en dat we daarin mochten zien, kennis mochten maken met een Apollos. Ook maar een mens. Hoe begaafd ook, maar toch niet meer dan een mens. En, maar hoe geweldig u hem hebt kunnen inzetten en heeft kunnen gebruiken. Juist ook doordat hij de schriften kende en dat ook geopend heeft en daar een geweldige sprake van uitgegaan is. Heer, wat is het geweldig om ons bezig te houden. Toen, maar ook nu nog, met de schriften. En om de geweldige waarheid, de diepgang, de hoogte, de breedte, de wijdte, de alles daarvan. Maar ook de geweldige rijkdom daarvan te beleven. Heer, we danken u dat we daarom ook bij elkaar komen om dat ook gezamenlijk te beleven. Niet alleen persoonlijk het woord tot ons te nemen, maar ook met elkaar. Want u zegent ons ook tezamen in Christus als Ecclesia. Heer, het is geen eigen verdienste. We hebben het overdacht. U laat het woord onder ons komen. U opent ogen. U opent harten. U roept uit en niemand anders. Vader, wat een geweldig zicht hebben we daardoor op de dingen. En dat we werkelijk een blijde tijding zo mogen kennen. Dat we dat mogen kennen, daarvan mogen spreken. Aan wie het maar horen wil. En Heer, we danken u ook voor de ontmoeting zo vandaag hier op deze plaats. We bevelen elkaar zo ook bij u aan. En we danken u dat we altijd geheel voor uw rekening zijn. En dat u geeft in alle omstandigheden, welke dat ook zijn, wat wij nodig hebben. In de naam van Christus Jezus, onze Heer. Amen. We zingen straks nog één lied. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En voorafgaand daaraan, laat toch nog eventjes zijn muzikale kwaliteiten horen aan ons. En gaat het collectezakje nog even rond ter bestrijding van darmkosten. Is er hoop voor allen,
dat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft. Hartelijk dank, Don. Mooi. En rest mij nog de volgende samenkomst aan te kondigen. Dat duurt geen anderhalve maand. Nee, nee, over 2 weken. Dan hopen we hier weer te zijn. Deo voor lente, uiteraard. En daarna gaan er weer een heleboel andere samenkomsten ook van start in september. Ook de Bijbelstudies. Ik wijs u de volgende keer daar nog op. Ja, en dan nog eventjes. Ja, ik dacht, maak daar gewoon een diaatje van. Dan vergeet ik het in ieder geval niet. Neem nog even een kijkje op de boekentafel. Die staat daar. En daar liggen inmiddels heel wat brochures. En die kunt u allemaal, dat moet u als Nederlander toch echt aanspreken, gratis meenemen. Allemaal, het lijkt het evangelie wel, hè? Ja. Lieve mensen, het was mij een waar genoegen. En geniet van de zondag nog, van de uitzichten, de vergezichten. En ik zou zeggen, wel thuis, tot ziens en God zegen allemaal.